Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van My Horse Brownie. En vandaag is dan eindelijk de uitslag van de winactie. Veel kijkplezier! Nou, ik heb het gewoon in zo'n bakje zitten en ik heb ze gewoon allemaal vier keer gevouwen. Of geen idee hoe je dat noemt. En ik ga twee mensen trekken en je kan alle twee een zak snoepjes en een fotoshoot die ik dan doe. Dan maak ik foto's van jou, zeg maar. Kan je winnen. En ja, er hebben best wel weinig mensen meegedaan. Dat vond ik wel jammer. Maar ik trek twee mensen omdat ik nu echt wel iets van 160 abonnees heb. En dan vind ik het ook lullig om maar één iemand te trekken. Want ja, ik was de soort van vergeten, zeg maar. Dus ja, laten we maar gewoon gaan beginnen. Ze zijn allemaal goed gevouwen, ook behalve deze. Oh, dan moet ik ze wel even allemaal goed vouwen. Ja, kijk. Nu zijn ze allemaal goed gevouwen. Oh, en ik doe het gewoon eerlijk. Dus ja, ik knip daarom ook niet in mijn beelden. Oh, mag ik niet kijken, een grapje. Ja, ik zet het pakje even hier neer. De eerste winnaar is Our Horse World. Gefeliciteerd. Jij bent de eerste winnaar. En de tweede winnaar is... Oh, even zo. Ik heb de eerste getrokken, maar de camera viel uit. Dus ik moet het even opnieuw doen. Oh, oh, niet eruit vallen. Deze heb ik. En dat is mijn.liefste.ponies. Gefeliciteerd, jij bent de tweede winnaar. En ik heb dit gewoon eerlijk gedaan. En ja, ik hoop niet dat ik daar verder nog problemen mee krijg. Mijn camera viel helaas uit. Dus ja, daarom dat even een stukje tussen zit. Die camera liet ik niet expres uitvallen of zo. Dus ja, dit zijn gewoon de twee winnaars. Gefeliciteerd. En ja, neem gewoon zo snel mogelijk contact met mij op via DM of ja. Want de meeste van deze... Ja, er lag nog een papiertje naast. Maar de meeste namen die zijn van Insta. Dus neem gewoon contact met mij op via DM. En ja, sorry voor deze korte video, maar ik heb het ook druk met school, dus daarom dat ik niet heel veel tijd heb voor video's. Maar ik heb op Insta alweer aangekondigd dat ik weer een Q&A ga doen, omdat er weer vet veel vragen komen. En dat zijn er een beetje veel om er allemaal onder een Insta-foto te reageren. Dus ja, laat ook hieronder vragen achter. En ja, degene die hier nog in zitten, als ik dan weer bij de 500... abonnees en winactie doe, hoeven hun niet actief te zijn of iets. Die doen dan gewoon als standaard mee. Dus ja, je weet zelf of je meedoet, denk ik. Ja, dan zeg ik bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video, ja, niet leuk vonden. Maar ja, dat jullie gewoon blij zijn voor degene die hebben gewonnen. En ja, vergeet niet duimpje omhoog te doen. En nog even te abonneren, want dat is helemaal gratis. En dan tot de volgende keer.